Yo, what up? This is your boy Demo. We zijn op dit moment bij de auditierondes van Punch Out Battles. Ik sta met een van de auditanten, Jackson D. Oh, heb je er een beetje zin in? Ja man, het lijkt me fucking leuk en ik heb er zin in, weet je. Wanneer was het moment dat jij bij jezelf dacht, ik ga me inschrijven voor Punch Out Battles? Ik was al een tijdje zelf bezig met een beetje wordplays en zelf af en toe die grap te hebben, maar nog niet echt een bar of zo bij te schrijven. Toen op een gegeven moment heb ik die shit gewoon gedaan en eigenlijk iets te laat. Eigenlijk wou ik vorig jaar meedoen, maar dat betekent dat ik heel veel tijd heb om die shit. Ik denk dat je een extra jaar had om je voor te bereiden. Maar niet denken dat ik dan extra goed ben of zo, weet je. Zo werkt dit niet, hè. Nee, oké. Je hebt dadelijk dan een tegenstander. Wat verwacht je daarvan? Ik heb de jongen gezien. Vorig jaar heeft hij ook meegedaan. Ik vond hem best wel dope, weet je, om eerlijk te zijn. Dat zeg ik nu. Maar weet het dan niet, weet je. Maar, you got this. Ja, I got this, weet je. Hoe heb je je eigenlijk voorbereid op dit? Want het is maar één ronde. Weet je, ik ben naar de bergen getrokken, weet je. Daar heb ik gemediteerd met monniken en shit. Sarokatski heeft me een paar pointers gegeven. Hij is Belgisch moeilijk te verstaan. Sarokatski was ook moeilijk. Zie je? Het is gewoon een mirror match. Ja, precies. Daarom, weet je. Dus ik heb wel het gevoel dat je een beetje, je hebt echt het gevoel van, dit komt wel goed ofzo. Nee, ik ben gewoon blij man, dat ik er eindelijk ben man. Die shit duurt steeds langer. Ik zou eerst eigenlijk bij hard battelen en toen zou ik hier battelen. Maar toen was het weer uitgesteld, jongen. Als je de hele tijd blijft wachten en wachten en wachten, op een gegeven moment heb je gewoon zin. En nu zijn we dus uiteindelijk hier. Ja. Zijn heel veel mensen die jou nu voor het eerst zien. Ja, hoe zou je jezelf omschrijven in een paar korte zinnen aan de mensen die jou nu voor het eerst zien? Jackson D. Fist. Nee, ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk om grappen te maken en ik weet niet. Het is moeilijk om je stijl echt aan te geven, toch? Je bent gewoon bars over jokes. Nou, eigenlijk hou ik ook wel van jokes en gewoon snel een klein grapje of zo. Het is moeilijk, weet je. Nou, ik ga jou heel veel succes wensen Thanks, in jouw auditie vandaag. Geef me even what love. En wellicht zien we jou terug in de Punch-Out League, ik hoop man. Ik wel, weet je. Dus beter stemmen jullie op mij als ik niet doorga. Maar waarschijnlijk ga ik wel door. Maar misschien niet. Maar misschien wel. Maar misschien niet. Vraag het aan Demo. Mijn naam is Demo, man. Let's go. Ben. Ik sta weer met een auditant. Gewoon Malik. Maar ik ken jou nog van vorig jaar. Toen was je iemand anders. Inderdaad. Ik heb vorig jaar nog meegedaan als Kill of Row. Toen heb ik nog de twijfelrondes meegedaan. Maar het is licht. Okay. En nu even je naam veranderd. Waarom? Heb je een hele nieuwe battle-stijl gecreëerd? Nee, van de zomer had ik mijn haar kort gedaan. Toen dacht je, dit is geen Kill of Row. Ik ga die weer. Nu ben je dus gewoon Malik. En wat kunnen de mensen dan gaan verwachten van gewoon Malik? Behalve dan dat je kauwgom kauwt tijdens een interview. Nee, dit jaar heb ik me meer voorbereid en iets meer ervaring. Dus ik weet iets meer wat het publiek wat verwacht. En, wat ik kan, wat ik niet kan. Dus dadelijk wanneer je midden in die ring staat, allemaal schreeuwende dames om je heen, dat gaat je niks doen. Zijn die schreeuwende dames? Schreeuwende dames, nee, dat is wat ik hoop. Ja, ik ook! Daarom, anders was ik hier niet geweest hoor, als ik dacht, daar komen geen dames, hallo. Maar dat gaat je niks doen. Ja, normaal gezien niet. Ik denk, de vorige ronde is ook niet zoveel zenuwen, dus het komt wel goed. Hè. En wat verwacht je van je tegenstander die je hebt vandaag? Simple bars. Als, je bent geen killer, vrouw, dus doe maar gewoon, Malik. Zo van die shit. Je verwacht al, je hebt al zijn bars voor hem geschreven ook gewoon. Je weet gewoon wat hij heeft. Verwacht dat hij die bullshit kan brengen. Dus jij gaat heel makkelijk over hem heen eigenlijk? Ik hoop het. Dat is de bedoeling. Stel dat dat gebeurt en je komt dan uiteindelijk in de league. Denk je dat je het aan kan om dan ook echt uiteindelijk de laatste 16 bijvoorbeeld te halen? Ik denk het wel. Een beetje voorbereiding. Een beetje, een paar battles onder de belt. Ik heb echt het gevoel alsof dit je allemaal helemaal niks doet. Gewoon. Kom maar op met die battle, joh. Ja, ik heb het is het, jaar gedaan, is het al morgen? Ja, shit. Ik heb het vorig jaar al gedaan, dus ik veel... Komt eigenlijk helemaal goed. Ja, een kleine kater. Ja, kleine kater, moet gewoon kunnen. Ik heb een grote kater. Gewoon Malik, ik ga jou heel veel succes wensen. En wellicht tot in de league, man. Mijn naam is Demo. Papa, dit zijn de audities.